Hij moet een beetje weg. Oh, gosje, een beetje weg. Ja. Ga je even weg met je poepet? Kom maar. Wat kan dan even naar binnen? Zo. Ja, nou, we gaan beginnen. Een zakje met rauwkost, boerenrauwkost. Nou, dat kun je ook gewoon beroerbakken hoor. Ja, kan helemaal. En ik voor een pakje. Oh, is ook lekker. Goedemiddag allemaal. Ja, lieve vrienden, we zijn er weer en het is vandaag alweer zaterdag 11 april. En het is 13.54 uur. En als we met ons allemaal zo heerlijk doorgaan met dat 1,5 meter van elkaar af, gaat het toch goed? Gaat toch perfect zo? Ja. Maar in ieder geval, het is wel weer prachtig mooi weer. We gaan ervan genieten. Kandel wil naar binnen, want die wil eten. Want ik was er net mee bezig. Ik ben een beetje laat. Maar dat maakt niet uit. Ik kan het pret niet boeien. Nee, ik was even met andere dingen bezig. Zoals de was. Dat gaat toch ook goed voor. Ja, het gaat allemaal door. Ja, dus even de was in de wasmachine gedaan. En toen zag ik dat nog wat vergeten was. Gauw die wasmachine weer uit. Want dat duurt weer een minuut voordat die deur open kan. Nou, verder eventjes andere dingen gedaan. Toen hoorde ik een klik zeggen. Nou, dan kan de rest erbij in. Dus ja, dan ben je zo even aan het scharrelen. En dan gaat de tijd toch wel weer snel. Ja. En jij wou erdoor? Jij wou erin? Nou, dan ook. Nou, kijk eens on dan. Kijk eens on. Lukt dat met het ding? Anders schuiven we dat ding even verder naar achteren. Zo. Nee, het is te hoog. Dan zet hij hier neer. Hé, ja. Hij moet een beetje weg. Oh, gosje, een beetje weg. Ja. Ga je even weg met je poepet? Kom maar. Wat kan dan even naar binnen? Zo. Ja, de binnen moeten kunnen hoor. En dan moet een beetje er weer tussen. Zo, hè. Even zijn armpje ertussen. Zo, trek hem even omhoog. Zet hij met zijn ene kant op de aanrecht. Hé, of niet dan? Nee. Maar oké, ja, dat zijn de diertjes weer. Dan zijn ze allemaal binnen. En dan ga ik even verder met hun eten. En ik ga een bakje koffie maken. En dan ga ik met Rijka wandelen. En mijn haar even doen. Ja, en rendige camera's leeghalen. Dus weer een hoop te doen. Ja. We gaan niet de hart op, nee. Gewoon een normale wandeling met Rijka. Ja, want ik moet ook eieren koken. Want, ja, morgen is Pasen, hè? Ja. En Ruud is alleen, ik ben alleen. Zeg, kom lekker bij mij, Tio. Ja. Dus, die komt lekker eten. En, wel op gepaste afstand, hè? Ja, dat ben ik ook zo alert in. Ja, op gepaste afstand. Van me af. Ga jij daarmee zitten, ga ik daar zitten. Zo, weet je? Maar wel gezellig dat je dan toch met z'n tweeën de Pasen door kan brengen. Ja. Maar oké, ja, zijn vriend die woont in het buitenland. Dus ja, die komt er zijn de tijd naar Nederland. En dan gaan ze trouwen. Nou ja, en dan gaan ze huisje, pompje, beestje bouwen. Ja, nou een huisje is er al, maar ik denk dat ze wel wat groters moeten hebben.
Dit is zo heel erg klein. Nou, dit is klein, maar dat is nog kleiner. Ik zou er ook niet kunnen wonen waar Ruud woont. Maar ja, wie ben ik? Kanon, dat is zo donker allemaal. Nee. Geen uitzicht. Ik heb hier uitzicht. Zo, nou ja, achter. Ja, je kijkt verder weg dan het hij kan. Zo is het wel. Maar oké, lieve vrienden, genieten. Ga ik ook doen. En ik zou zeggen... We spreken elkaar straks alweer. Ja, toch? Ja. Nou, tot dan. Doei. Ja, lieve vrienden. Ik heb mijn lok maar weer eventjes donkerder gemaakt. En ja. We zullen beleven hoe dat weer pakt. En dan straks mijn haar lekker wassen. Nou, we moeten het er een klein half uur in laten. Dus zeg maar 4 uur. Even lekker wassen. En dan... Ja, dan is het denk ik al droog en et cetera. Nou ja, dat duurt bij mij altijd, ik weet niet hoe lang. Maar ja, dat doet er niet toe. Ik moet ook nog naar de zomer. Ja, dat zit lekker aan de buitenkant zeker, of niet? Nee, dat zit aan de binnenkant. Laat maar mooi gaan. Ik moet even een woord plegen. Even geduld. Hopen dat me dat gaat lukken. Ik moet toch hebben. Daar. Nee, Rijka. Nee. Die mag jij niet in je bekje hebben. Ja, dan moet ik ook maar weten waar mijn vliegenmepper is, want het ligt op tafel. Dan moet ik het krijgen. Even gebranden. Ja. Geroosterd vlees. Zo, die is weg. Zo. Ja, die is weg. Ik heb hem geroosterd en al naar buiten gegooid. En nee, ik ben ook weer verplicht om mijn deur dicht te houden. Want de buurman die heeft de barbecue aan. Nou, dat kan ik niet tegen. Dus ja, dan laat ik lekker mijn deur dicht. Dan hou ik ook de warmte erin. Moet ik vanavond de kachel niet aan te hebben. Ja, toch? Ja. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Hé, hey, Kandoffie. Ik dacht dat je ook naar buiten was. Dus niet. Nou ja, oké, ik had de deur wagenwijd genoeg open dat jij erdoor kon. Zoals Rijka, die kon erdoor. Hup, springt ze daar weer op. Ook altijd goed. Ja, lekker ding. Oh, ze is zo lief, hè. Ja, ze is zo lief. Ik geniet echt van de diertjes. Ja, wie geniet er nog meer van hun diertjes? Zoals ik. Ja, en wat mogen jouw diertjes allemaal? Laat dat eens weten. Ik wil wel eens weten, want ja, als jij een hond hebt of katten, wat mogen ze allemaal van jou wel en wat mogen ze van jou niet? De katten mogen bij wijze van spreken van mij niet op de tafel. Ze mogen niet op het aanrecht, mits het uit een noodsituatie even is. Een behandeling of wat dan ook. Dan is dat wat anders en dat geldt dan ook voor de tafel. Maar normaal gesproken, ze mogen dat er niet op. Kandalf die heeft het de gewoonte gehad dat we hier gewoon net kwamen te wonen om over die kookplaat en al heen te lopen en naar de koekenpan te likken, etc. Dan heb ik hem nou aan zijn verstand weten te peuteren dat hij dat niet mag doen. Ze mogen allebei, sinds dat ik Rijka dus heb, Kandalf die deed het toch al, op de vensterbank. Eeuwen die mag dat ook. Zowel daar achter de bank, zowel hier. Maar ja, Rijka, ja, die springt er ook bovenop. Nou, laten we maar lekker kijken. Kijk, dat kon Frodo niet, die was dat te groot voor me. Zei, ach, hup. Lekker belangrijk, je springt er zo bovenop. Nou ja, het mag, zolang ze de boel me niet kapot maakt. Vind ik alles best. Ja, toch? Het is zo'n lekker ding. Ja, nou, ik heb een lekker bak koffie staan. Ik heb een bounty, want ik moet... Ook nog boodschappen doen naar de FOMAR. Gewoon normaal wat boodschappen. Want ik moest ook ingrediënten halen om gevulde eieren te maken. Straks moet ik weer naartoe een to-go-to-go tas nog halen. En dan ben ik weer benieuwd wat daarin zit. En natuurlijk laat ik jullie weer meekijken. Nou ja, en ik heb geen corona. Maar je kent het hele wij opvat. Ik heb geen corona. En toch heb ik corona. Ja, net een citroentje weer. Met een citroentje. Lekker. Ja, nou daar gaan we van genieten.
Dus loopt een meneer heen en weer, die komt van hiernaar, die loopt die kant op en loopt weer terug. Oké, moet hij weten toch? Ja, maar oké, hoe heet dat nou? Ik heb ook zaadjes gekregen, vergeet me nietjes. Ook van de kerk uit. Zaaitijd van juni tot en met september, buiten, op de plaats van bestemming. Zaad goed verspreiden en met een dun laagje aarde bedekken. Ha, dat gaat nogal met haar, hè? Ja, dat gaat dus niet. Nee. Ik stuur het op naar Corrie. Ja, ik stuur het op naar Corrie. Vind ik leuk. Gewoon doen. Het die ook wat. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik ga hier al verder aan de gang. Ik mag ook nog een puzzel proberen op te lossen. Een woord zoeken. Ja. Dat probeer ik ook even. Is ook altijd leuk. Als het niet lukt, dan gaat het op de krantenbak. Ja hoor. Kijk, ik weet niet. Ik heb er niet eens eigenlijk de tijd voor. Maar het is eventjes, even 5 minuten. Nou ja, dan heb ik het al wel weer gezien. Had ik het meer dingen te doen dan niks? Ja, ik moet de camera nog leeg halen. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En het is nou 15:38. En ik moet mijn haar zometeen weer doen. Dus ja, ik ga nou eerst lekker van mijn koffie genieten met een Bounty erbij. En ik zeg tot later. Doei doei. Zo lieve vrienden, ik ben weer klaar. Mijn haar weer netjes schoon. En het is natuurlijk nog nat, maar... Het zit weer zoals ik het wil hebben en ondanks dat het te lang is. Ik heb nou een matje in mijn nek, nou daar hou ik totaal niet van meer. Kappers zijn gesloten, dus je moet toch wat. Ja, het enige wat ik zelf kan knippen, dat is mijn pony een beetje. En voor de rest, ja, dat zie ik niet, nee. Maar, zo moet ik het maar eventjes hebben dan. En zodra de kappers weer open zijn en ik heb er het geld ervoor, dan kunnen we weer gaan. Maar dat telt voor ons allemaal, denk ik zo. Ja, toch? Maar zoals de hogere pieven, zoals Rutte, noem maar op. Hun vrouwen die doen de tondeuzen eroverheen en het zit ook weer. Maar dat kan ik zelf toch niet, ik zie dat niet. Nee, hoe Karen het heeft gedaan met dat korte, nou dat... Zou ik ook zelf niet durven. Nee, ik heb er wel één, maar ik doe het niet. Nee hoor, dat moet iemand voor mij kunnen doen, desnoods met handschoenen aan. Maar ik waag mezelf er niet aan, nee. Maar ja, pech. Gewoon, volgende keer beter hoor. En de kappers die zullen heus wel weer een keer open mogen, ja. Maar oké, het is nou al met al 16:24, dus bijna 16:30. Ja? Ja, jij wil. Ja. Ik weet wat je wilt, tenminste althans. Als je zo loopt te zeuren. Moet ik het even losmaken. Ja, meisje. Hè? Zo. Even je bakje. Ja, je bakje, meisje. Ja, dat dacht ik wel. Die had zin in wat. Ja, nou, en ik heb dus nog een hoop te doen. Ik moet nog eieren koken ook vanmorgen. Want ik wil even... Ik heb... Wat heet dat nou? Amerika filet. Geloof ik. Ja. Amerika filet. Filet Amerika. Naturel. Nou, een beetje peper erdoor. En dan kun je ook wat eitjespul er doorheen en dan gevulde eitjes ook mee maken. Ja, zeker. Is lekker hoor. En dan maak ik 2 soorten. Dus ik moet dan 2 bakjes hebben. Eén dan pittig en eentje niet pittig. Ja, dat is lekker. Ja. Zo. En dan moet ik, want voor het eten, even ook wat ontdooien. En ik weet niet wat, maar ik moet even opzoeken. Die. Lekker.
1. Dat moet ontdooid worden. En ik had nog ook van die andere dingen. Een keer in de oven. Een blikje groente erbij. Of je nog worteltjes koken. Kan ook. Oh ja, lekker. En leggen we hier neer. Als het nog een plekje is, als er nog een plekje is. Ja, ja. Hij is vol, hij is vol. Nou, heb jij daar, jij daar. En jij daar. Zo, klaar. Alweer. Ja, toch? Oh, koud gelijk. Je gelijk ook pijn in je vingers. Ook dat nog. Nee, Rijka, jij gaat niet naar Ewing. Nee, dat mag niet. Wat voor dikke doosie. Ja, aan mijn hand ruiken mag. Ruikt het lekker, naar zeep. Zeepie, zeepie. Ik heb net in dat eventjes op mijn haar gedaan en al 20 keer mijn handen gewassen. Dus dat zal wel weer goed schoon zijn. Nee, Rijka. Nee, Rijka. Nee. Je komt er niet door. Maar oké, okay, ja, wat gaan we doen? Ik neem nog even een bakje koffie. En daarna moet ik me weer klaarmaken voor weg. Ja. Tussen 5 en 6 moet ik het ophalen. Dus ja, 5:10 ben ik toch vroeg hoor. Hoe zat en ook 5:15. Want ik kan het maar ophalen. Ja. Voordat het niet meer mag. En dan moet ik mijn telefoon meenemen, want ik moet swipen. Ja. En dan gaat mijn telefoon ook nog eens een keer. Mijn mobiel dan wat te vertaan. En dus, maar ja, oké. Okay. Ik zou zeggen, lieve vrienden, voordat jullie me straks niet meer vertaan vanwege de waterkoker. Ik zou zeggen, tot straks. Doei! Zo, lieve vrienden, ik heb de tekoe-tekootas al opgehaald. Die staat hier achter mij op de grond in een andere tas. Ik heb Rijka al uitgelaten en ik ben daar net mee klaar. Ik ben net weer thuis, net de jas uit. En ondanks het prachtig mooi weer is, ja, zonder handschoenen heb ik toch nog koude handen. Maar ja, dat kan ik pret niet boeien. Ik ga die tas even pakken uit de andere tas. Van wat erin zit. Ik veel. Iemand anders heeft mijn telefoon overgenomen en die heeft gezegd 2 maal. Nou ja, het is beide gedaan en ik kreeg van die andere vrouw mijn taart aangeboden. Nou, toch leuk. Ik zal even ruimte creëren. Sluiten jij? Zo. Jij weer naar achteren. Zo, nou dan gaan we beginnen. Een zakje. Met rauwkost, boerenrauwkost. Nou, dat moet je ook gewoon per roer bakken hoor. Ja, kan helemaal. En ik voer een pakje. Oh, is ook lekker. Wat hoort op de barbecue? Nou, ik heb geen barbecue, maar je kunt ook bakken. Haha, of groenmetten, kan ook nog. Maar ja, 3,49 hè. En normaal 3 doosjes voor 7,99. Ja. In dit zakje. 1,59 trouwens deze. Ja, nou, reken maar uit. Ik betaal 3,99. En dat is 3,49. Nou, met deze 2 producten zit ik alweer overheen. Ja. Nou, dan heb ik hier al champignon roerbakgroenten. 1,69. Voor nog een pak. Oh, dat is lekker. 2 voor €6,99. Nu 3,99. Nou, dan weet ik gelijk wat ik straks eet. Dit natuurlijk. Ja. Hoef ik geen, anders had ik gewoon noedels gegeten, weet je. Hé, hey, jij.
Griekse rauwkost ook. En ze kunnen helemaal ook nog bakken, dacht ik. 2,39. Zo'n bakje, Griekse rauwkost. Hoe zit het in de verre eeuw in? Geraspte worteltjes. Voor 1,49. Ik weet, ik heb niet veel, maar... maar dat is ook lekker. Runderrookvlees. Ja? Die is normaal 2,79. Ja, toen was die alweer leeg, dat zakje. Ja. Helemaal leeg. Ja. Zo. En dan gaan we dat weer opvouwen. En dat weer opruimen. Zo. Ja, dan kan ik dat lekker zometeen klaarmaken voor mezelf. Ja! Lekker, lekker! Nou, die tas moet ook weer opgevouwen worden. En die is weer even al zo. Zo, kom op. Hup, waar we terug. Zo. Nou, die kan in de koelkast. Zo. Nee, dat wil niet. Dat wil niet. Dan moet ik dat uit hebben. Die is zo zwaar. Echt goed zwaar. Zo. Daar past hier ook helemaal niks meer bij. Ja, dat is een groentela. En daar zit vleeswaren en kaas in. Ja. Allemaal vleeswaren en kaas. Ik heb altijd genoeg vleeswaren, want ik ben geen zoete kou. Nee. Af en toe, ja, mijn bounty, weet je. Mijn bounty, dat is weer, dan ben ik de zoete kou in. Maar... En ik doe ook wel een gebakje op zijn tijd. Wat is dat? Oh ja, dat had ik eruit gehaald. Nou. We gooien hem vol. Die kan er niet in, die kan er niet in en die kan er ook niet in. Nou, dan gooien we er hier al bij in. Als dat kan, ja, dat kan erbij in. Die kan er ook bij in. Zo. Dat is daar niet in. Ja, oké. Ja, dat gaat hier nog bij de inhoog. En kijk, ik zou worteltjes kopen. Dus dat moet gekookt worden. Ja. En dan heb ik deze nog. Die gaat daarbij in. En dan is alles weer vol. Ja, ja, nou dat is voor vanavond. Worteltjes voor morgen. En er staat er weer eentje voor het raam te mekkeren. Meneer, oh, gaat er ook alweer af. Nou ja, het is pech. En ik moet nog, ik was ook nog met een filmpje bezig te rennen. Maar ik zit nog in het kleine eerste stukje. Dus ja, ik heb nog een heleboel te doen. En daar ga ik nu weer verder mee. Ja, ik ga eerst een filmpje in elkaar zetten, zodat die... naar YouTube kan, dan komt er morgen ook weer eentje online. Vandaag is er eentje online gekomen, dan komt er morgen dan weer eentje online. En maandag weet ik niet of ik dat red. Nee, want ik krijg Ruud ook in om dan aan het werk te zijn, weet ik niet. Maar ja, in ieder geval, ik probeer mijn best te doen in alles wat ik kan. En lukt het een keer niet, heb je pech. Ja, want mijn leven is belangrijker dan dat. Dus, ik zeg, lieve vrienden, geniet met elkaar, van elkaar... Wees lief voor elkaar, 1,5 meter van elkaar weg. Want anders heb je pech. En dat is niet zo fijn. Nee, als je pech hebt, is het niet fijn. Ja, en ik wil het hebben dat we het fijn hebben met elkaar.
Dus houd die anderhalve meter maar lekker aan. Hé, hey, ja nou, ja, en ik zou zeggen gewoon proost met corona. Ja toch? Ja. Hé, hey, ja, ik moet geen koude bier, want dan krijg ik juist hoofdpijn. Dus ik heb hem niet, ik moet kamertemperatuur, ja. Dan krijg ik, dan word ik niet vrolijk van. Nee. Dus ik zou zeggen, ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ik ga televisie hangen en Facebook hangen en dat in elkaar flansen en mijn haar weer fatsoeneren. Ik ben buiten geweest en het begint nou aardig al te drogen. Hier en daar nog een vochtig plekje. En ik moet worteltjes koken, dus ja, en ik moet eieren koken, dus ik heb meer dan genoeg te doen. Dus zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. En blijf vooral gezond. En een heel vrolijk paas toe voor jongens. En men doet dat met een eitje. Lekker, lekker, lekker. Ja, zeker. Ik ga dus ook gevulde eieren maken. Dus ik heb nog zoveel te doen. Ja, en morgen vlog ik natuurlijk gewoon. En kan ik jullie mee laten genieten. Hé? Ja, hoe jullie het doen en hoe ik het doe. Normaal gesproken, ja, had ik veel meer aan de paas gedaan. Kleedjes neergelegen. Daar heb ik ook niet zoveel zin in, nee. He, en dit kleed, nou ja, dat is toch fleurig genoeg hier al met het geel. Ja, dat is toch paasachtig. Dus ik vind het wel netjes hoor, zo. Ja, oh, even die terugtrekken, zo. Dat, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan, doei doei! Ah.